Hoi en welkom bij Vlogmas nummer 16, wat ook tevens mijn verjaardag is. Die ben ik momenteel aan het vieren. Dus ik heb deze Vlogmas even wat eerder opgenomen. Want ja, Vlogmas opnemen tijdens mijn verjaardag, terwijl de visite er is, is natuurlijk ook niet echt helemaal leuk. En daarbij, dat gaat ook niet met alle visite. Dus even wat eerder opgenomen. Maar ondanks dat het mijn verjaardag is, dus op de 16e, gaan we dus even goed lekker Vlogmas doen en alle cadeautjes uitpakken. En voor mijn verjaardag is er ook een aparte video nog verschenen. Die staat al op mijn kanaal. Als je deze in 2024 kijkt, dan is het natuurlijk niet meer het geval. Deze actie is alleen voor in 2023 van toepassing. Dus die video die staat inmiddels online. Dus ga daar vooral even naar kijken. En dan ga ik nu de cadeautjes uitpakken. Dennis komt er ook zo bij. Die is even bezig met een bestelling van kaarsen weg te werken die hij binnen had gekregen. Dus die komt zo. Hij heeft in ieder geval weer een cadeautje. En hij had deze keer een Milky Way in zijn kalender. Ik ga beginnen met de kleine waterdrop kalender. Nummertje 16. Waar is die? Hier rechtsboven in de hoek. En daar hebben we een ijsthee. Geen idee welk smaakje, maar het kleurtjes ziende zal het misschien denk ik iets van peach wezen. Alle smaakjes komen weer terug op die manier. Dus die gaat weer lekker oplossen. Weer in mijn karaf van een liter. En dan gaan we beginnen met het uitpakken. Ik begin weer eerst met mijn adventkalender van Rituals. Oh, dat is weer zo'n lekker handzeepje. Dat had ik vorig jaar ook wel zo lekker. En dit is dan de Soap Bar van The Ritual of Mare. Dat is met Sweet Orange en Cheddar Woods. Dus dat is zo'n lekker zeepje wat je gewoon neer kan leggen. Ja, gewoon zo'n zeepblokje. En dan kan je dan lekker je handen mee wassen. Dus dat is weer lekker voor in de keuken. Lekker. Dus dat is die. Dan de grote van een waterdrop. Weer een leuk doosje. Hij rammelt ook behoorlijk, dus ik ben benieuwd wat hierin zit. Oh, dat is weer een groot verpakking. Iced Tea Blueberry. Lekker. En weer een lekker voorraadje met ijsthee. Vandaar dus dat het ook zo rammelde. Lekker. Dan gaan we nu met het steekmarkeertje verder van Amy Leesley. Ik zal maar even mijn etuietje erbij pakken ook, want daar berg ik ze allemaal in op. En daarbij vandaag een extra cadeautje uit de kalender van Amy Leesley. Dus we mogen er twee uitpakken. Ga ik eerst eventjes de steekmarkeerder doen. Leuke dat weer is. Oh, dat is ook leuk. Een kerstmannetje. Een beetje knap in beeld krijgen voor jullie. Het is altijd een beetje lastig die kleintjes op beeld krijgen. Kijk. Dat het een beetje overkomt. En anders zien jullie me straks wel terug aan het eind van de video op de foto. Ga ik in ieder geval weer mijn best voor doen om hem knap op de foto te krijgen. In ieder geval weer de stikmarkeerders. Dat is erg leuk. En dan een extraatje voor dag 8. Want de Amy Leesley stikmarkeerders dit jaar open ik alleen op de evendagen. Dat zijn 12 stikmarkeerders, dus op de evendagen open ik die. Want daar dat we met die dus op dag 8 zitten. Voor het geval je dat afvraagt.
Oh. Dit is gaaf. Er zit gewoon een heleboel sokkenwol in. En dan kan je dus gewoon echt een paar sokken breien met kerstmotief erin. Leuk. Dus 100 gram, 420 meter. Nou, ik hou zelf niet van hele lange sokken, dus ik kan er sowieso een paar van die kousenvoetjes uit vandaan halen. Dan hou ik nog over ook. Ik zou dus zo'n leuk kerstig motiefje zitten dus in het garen. En er zit een glittertje doorheen ook. En ondanks dat er een glitter doorheen zit, voelt het garen echt ontzettend zacht aan. En het is van Relana. Nooit van gehoord. Het is de schade van Relana. Oh, wat leuk. Kerstsokken, keren we breien. Nou, dat ga ik niet meer op tijd voor elkaar krijgen. Want ik kan sokken breien, maar zo snel werkt niet. Dus als ik dat kerstsokken ga breien, zijn ze op z'n vroegst ergens volgend jaar klaar. Dus in ieder geval ben ik klaar voor de volgende kerst, dat scheelt. Echt heel gaaf dit. Leuk. Helemaal leuk. Dankjewel, Alexa. Zo. Het strengetje van Foxy Fibers. Mijn garen adventkalender van dit jaar. Oh, wauw. Dat is ook weer heel mooi. Het is echt weer een beetje roze paarsachtig. Als ik het goed gok. Ik heb extra licht neergezet, maar dat doet niet echt heel veel goeds voor het laten zien van de stengeltjes, denk ik. Want het wordt echt heel flats. Of het knalt echt van het scherm af. Misschien als je hier ook eventjes focust op de streng in plaats van op mijn hoofd. Ik zie mijn scherm de hele tijd dat de viewfinder echt aan het scherp stellen is op mijn hoofd. Maar goed, het is in ieder geval een heel mooi strengetje. Oh, en Rebel is er ook weer. Die wil aan de haal met het papier. Kom er even goed in beeld, Muppie. Vinden de kijkers ook altijd leuk om te zien als je er bent? Kom eens even daar. Dan even zo. Jij ja, hou niet van, ik weet het. Nee, weg. Ja, die mag je laten liggen, die bolbol. Muts. Muts. Nou, ga ik mijn laatste pakketje uitpakken en dan is het tijd voor Den om aan te schuiven. Laatste pakketje, nummer 16 van Karos Atelier. Deze heel voorzichtig gaan openen, want ik heb zomaar het idee dat er hele kleine dingetjes in zitten allemaal. Dat klinkt echt allemaal als losse onderdeeltjes. Kom je er ook zo bij, Dan? Ja. Nou is de uitdaging des te groter om de sticker heel te houden. Ja, gelukt. Ja. Wat ik al dacht, dat zijn allemaal kleine kraaltjes. Dus die gaan geheid weer ergens in een projectje gebruikt worden. En er zit een sterknoopje bij. Maar dit zijn dus echt allemaal van die kleine kraaltjes.
Dus die ga ik wel weer eventjes terugstoppen in het zakje. Want dat gaan hier anders twee dames heel leuk vinden. En ik zit er ook niet echt op te wachten dat hij weer over morgen of zo kralen zit te poepen. Dus dit doen we eventjes terug erin. Zo, daar is Dan. Ja, dat ben ik. Ja. Het is een groot pakje. Ja. En hij is een beetje topzwaar. De onderkant is licht en hij hangt een beetje over. Ja, hij moet er toch uit, hè? Hij moet er toch af. Ja, dat gaan we niet doen. Even kijken. Dat is ijsthee weer. Het is denk ik niet de citroenversie. Het kan de blueberry zijn. Het ruikt... Kijk, want die zat er helemaal in. Een grote verpakking blueberry ijsthee. Maar je hebt voor mij het ruikt wel een beetje citroenig. Peach heb je ook volgens mij nog. Ik doe mijn papillen... Nee, niet mijn pupillen, maar mijn papillen ben ik al eventjes aan het trainen dan zo. Even wakker schudden. Ja. Nou, moeder met zoveel herrie. Ja, maar dan komt het beter binnen. Nee. Ja. Dat is heel irritant. Okay, we gaan nu even deze openmaken. Vind je het goed? Ja, we zitten er nou op. Oh, dat heb ik erin gestopt, ja. Ik zit me de hele tijd aan te bedenken. Wat is dat ook alweer? Het schiet er nou in één en naar binnen. Ik hoorde het. Ja, gaan. Oeh. Kunnen we dan coco maken? Oeh. Wat is dat? Hij moet zo. Ja. Leeg pakje mix in de wok. Voeg 180 milliliter heet water toe en roer. Nou, ik denk dat ik dat red. Ja, dat denk ik ook. Mix voor cacao met kaneel en mok. Het was een opgave om deze te vinden. Want ik kwam het tegen in de winkel. Maar echt al die dingen die moesten met melk. Ik denk, ja, ik kan natuurlijk niet een 100 milliliter iets melk gaan kopen of iets dergelijks. En daarbij... Tegen de tijd dat je dit uitpakt, was die melk al lang bedorven. Ja, maar dan hadden we later toch melk kunnen kopen. Nee, want ik had zoiets dat er moet gelijk gemaakt worden. Wacht even, voordat ik het uitpak, leggen we hem nog heel even neer. Oh ja, je wil natuurlijk weer een foto van maken. Ja. Ik alles even anders neerleggen, hoe doen we dat? Nou, ho maar. Wat? Dat is heel irritant. Nou, wat? Stoppen. Je zit er nou wel met je kippenkont tussen, Rebel. Nee, dat maakt ook niet uit. Rebel is gewoon het extra cadeautje van de 16e. Strik eromheen. Zo, is alles erop? Ja, alles staat erop. Open! Ja. Ik wil even kijken hoe dat erin staat. Hoe dat erin zit. Hij is open. Nou, is dat alles? Ja, die moet je dus leeg in de mok. Ja, maar ik dacht, kijk dan hierop. Dat is misleiding. Kijk, spekjes. Die zitten er gewoon niet in. Of zitten, die zitten misschien wel in de beker. Dat zou kunnen. Maak open. Zo, onder het bol van we zijn bang dat we de verpakking kwijtraken. Nou, wat erg. Stuur terug. Kijk op de verpakking. Ik zie toch echt daar... God, er zit hier een dot lijm op. Dat is niet normaal. Spekjes drijft daar in de... En het zit er niet in. Kijk maar. Wel nog een... Ik dacht nog een extra... Helaas. Ik dacht nog een extra egeltje. Toe Dennis van Michael. Nee, van de kerstman. Nou, wel lekker, wel leuk. Ja. Lekker een grote beker.
Jammer van de spekjes. Ja. Ja, dit wordt wel, dit is wel een domper. Best wel, hè? Een egel hier. Met een kerstmuts. Hier heb je de melk. Milky Way. Milk away. Spek away. Spekjes zijn. Het is niet leuk. Dit is heel erg wat hier gebeurd is. Daarom zeg ik ook spekjes away. Een leeg pakje mix 120. Pak de spekjes die er eigenlijk niet in zitten. En doe die erbij. Zie, het staat erop. Erg dit. Ja. Nou ja, ik kan in ieder geval die wel drinken. Ja. Oké. Okay. Lekker hoor. Ja, en dan heb ik natuurlijk weer mijn huiswerk voor vandaag. Ik heb er jeuk van. Ik had al eventjes gekeken. We gaan vandaag 2 lapjes haken. In patroon 5. 2 stuks. Dus 2 keer die. En we hebben een extraatje. Weer? We gaan nog een kerstboom haken. En dit keer een kerstboom met de Durabo Glam. En de Katona. En ik moet weer een nieuwe haaknaald pakken, want we haken hem op naald 5. Hij gaat steeds groter. Maar gelukkig heb ik een hele set met de haaknaalden van Incuration Crafts. Dus die heb ik ook zo direct weer lekker bij. Dus ik ga mijn garretjes erbij pakken. En die heb ik opnieuw opgeborgen. Cadeautje voor mezelf. Voor de verjaardag. Dus alles zit nu lekker hierin. Al mijn lapjes zitten onderop. Yeah. Kijk, oh, ik dacht dat je dat niet zou zeggen dat je jarig was. Het is de 16e, dus de. Nou, dat zei ik ook al. De, dat kan je best zeggen. Maar je zegt, nee, dat hoeft helemaal niet. Weet je hoe oud hij is geworden? Jonger dan jij. En daarbij, gisteren zei ik het ook al in het vlog, hè? Morgen is mijn verjaardag. Oh. En ik heb net ook al gezegd dat we deze eerder opgenomen hebben. Omdat we niet op mijn verjaardag dat gaan filmen. Nee. Ik ga ondertussen gewoon lekker verder, hoor. Kijk, mijn lapjes zaten dus allemaal onderin in mijn haaknaalden. En ik heb hier bovenin... alle bollen. 40! Ja, dus? Ja, ik denk, ik zeg het toch even. Hij is 40 geworden. Ja, nou... ik ben er nog, daar gaat het om. Nou ja. Ja, ik heb ook grijze haren inderdaad al. Maar dat krijg je ook automatisch in samenleving met jou. Uh-huh. Ja. Nou, jij weet... ook dat hier bij jou helemaal grijs is. Ik wou zeggen, ik heb er veel meer, hè? Dus dat zegt genoeg. Ja, omdat je ook 2 jaar ouder bent. Mm. Ik ben veel, veel knapperiger en jeugdiger. Vitaler, gezonder. Dat is één ding wat zeker is. Maar knapperiger ben je niet, hoor. Want ik kraak meer dan dat jij er kraakt. Oh ja, jij kraakt wel. Ik ben knapperiger. Maar goed, alles is weer uitgepakt. Ik ga lekker aan de haak, mijn lapjes doen. Dus als dit wordt gepubliceerd, zitten wij aan het gebak. Hier, nee, dat is in de avond, heeft het gebak al lang en breed naar binnen geschoven. Nou, en dat is vast nog, nee, dan gaan we voor de 2e ronde. Of de airfryer staat aan dat we lekker lopen te snacken. Wow, de airfryer, chips en de knabbelnoten en dat soort dingen. Ja. Knabbelnoten, borrelnoten heten ze. Ja, dat is ook de leeftijd, hè? Dan ga je gekke dingen zeggen. Nee, nou is je knabbel ook, hoor. Lekker aan de bodem te knabbelen. Oké. Okay. Ja. Dus. Ja, kun je lekker je chocolademelkje maken. Dus. Nee, dat ga ik nog niet doen. Dat waren de cadeautjes voor vandaag. Rebel is inmiddels aan de poets begonnen. Nou, die is al een tijdje... ben zo vies. Hé? Muts. Jullie zien me straks terug met de lapjes en het extra patroontje, de kerstboom.
En ook de 16e dag van Vlogmas zit er weer op. Mijn huiswerk is weer klaar. Lapjes zijn gehaakt. 2 stuks. 2 lapjes erbij. En ook het extra patroontje. Het kerstboompje is klaar. En er staat ook in het patroontje vermeld dat je het stokje kunt gebruiken van dag 11. Alleen daar heb ik mijn andere kerstboompje op staan en die is net eventjes iets slapper. Deze is dubbeldraads gehaakt met de Catrona en de Durable klemmen. Dat maakt hem dus een stukje steviger ook. Dus mijn kerstboom is eigenlijk stevig genoeg om zo te kunnen blijven staan. Dus het stokje heb ik daar niet voor nodig. En ik haak ook iets strakker. Dus hij is gewoon lekker stevig van zichzelf. Dus het stokje heb ik niet nodig. Dan kan het andere kerstboompje mooi op blijven staan. Dus al mijn projecten zijn weer klaar voor vandaag. Dus ik ga alles weer in mijn nieuwste aanwinst, mijn Mute B-Turn, opbergen. Echt ideaal. Werkt ook veel prettiger dan wat ik hiervoor deed met die bak. Want daar moest echt alles uit, alles er weer in. Nu klap ik gewoon op de bovenste etage mijn garens erin. En dat is het voordeel nu dat de bolletjes echt stukken smaller zijn geworden. Na al het gehaak nemen ze veel minder ruimte in beslag. Harikidi. Harikido. En in de onderste etage, daar berg ik weer mijn haaknaald op. Mijn schaartje en mijn wolnaald gaan er ook in. Erin. En de lappen erbij. En dan is het poppetje gezien en kastje dicht. Tenminste. Jups. HPT. Dat is hem. En het kerstboompje, daar ga ik even een leuk plekje voor zoeken. Dus die gaan jullie ook in de komende vlogmas video's ook gezellig voorbij zien komen. Net zoals het andere kerstboompje. Dus dat is hem weer. 16 december zit erop. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken naar dit vlog. Ik hoop dat jullie hem weer leuk vonden. Mocht dat het geval wezen, duimpje omhoog wordt enorm gewaardeerd. Daarmee zet je dat algoritme lekker aan het werk. En dan gaan steeds meer mensen mijn kanaal ook ontdekken. Waardoor mijn kanaal lekker kan groeien. Mijn kanaal laten groeien doe je door te abonneren op mijn kanaal. Voor als je nog geen abonnee bent, klik dan eventjes op de knop abonneren hieronder. En als je op die knop geklikt hebt, dan verschijnt er ook een belletje. En als je daar dan nog eens een keertje op tikt, dan krijg je in het volg ook nog eens een melding. En dan blijf je lekker op de hoogte van alles wat zich afspeelt op mijn kanaal. En dan mis je dus geen enkele video van Vlogmas. Mocht je onverwachts toch wel een video gemist hebben van Vlogmas, er staat een complete afspeellijst op mijn kanaal. Ga daarvoor eventjes naar de homepagina van mijn kanaal. Dan zie je tabbladen staan en als je dan op het tabblad playlist of afspeellijst klikt, net hoe je hem ingesteld hebt, dan vind je daar de complete afspeellijst Vlogmas 2023 terug. En dan vind je dus alle video's in terug. En kun je ze dus rustig op je gemakje allemaal terug gaan kijken. En mocht je nou na het zien van mijn Vlogmas hebben, zoiets van, joh, ik wil echt nog wel meer zien. In de beschrijving van elke Vlogmas video staan ook de linkjes naar Winnie, Agnes en Mirjam. Zij zijn ook alle drie bezig met Vlogmas en hun drie volg ik volop. Echt ontzettend leuk ook om die eventjes te gaan bekijken. Dus mocht je meer willen kijken, ga eventjes bij hun buurten. En er zijn nog zat andere mensen op YouTube die ook aan het Vlogmas zijn. Maar ik houd eventjes bij deze drie. Dat is meer dan genoeg voor mij. Want als ik echt iedereen moet gaan volgen, dan heb ik er een complete dagtaak aan en dan kom ik nergens meer aan toe. Dus vandaar dat ik eventjes bij 3 personen hou. En dan zeg ik in ieder geval voor vandaag, dank jullie wel voor het kijken. Ik hoop dat jullie het dus weer leuk vonden. Ik ga achter de schermen lekker mijn verjaardag vieren. Dat is momenteel volop aan de bak. Dus wij gaan elkaar morgenavond weer terugzien bij Vlogmas nummer 17. Dus heel veel plezier vanavond. Veel haakplezier. En tot morgen. Dus een fijne avond en bedankt weer. Doeg!